Welkom terug bij een nieuwe WWE 2K18 My Career. Cole, houd je back. Ik ben aan het praten. Het is vandaag tijd voor de title match tegen Bobby Roode voor de NXT Championship. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel. Let's do this. The following contest is scheduled for one fall. And is for the NXT Championship. As we get started here, let me remind everybody that the title is on the line here tonight. Yeah, but that's just a mere formality. The way I see it, there's no way we crown a new champion tonight. But it's going to take the performance of a lifetime to walk out of here as champion. And I think he knows that, Michael. If anybody's up for the task, it's certainly him. That the title is on the line here tonight. Yeah, but that's just a mere formality. The way I see it, there's no way we crown a new champion tonight. Byron, it seems to me like the champ is all business here tonight. And he's gonna need to be if he wants to still be the champ when the night's over. Alright, here we go. NXT Championship match. Introducing the challenger. Weighing in at 245. Het is toch best wel mooi. Onze eerste match. T-Rex, nice. Maar goed, onze eerste match is gewoon eigenlijk een championship match. Want we hebben de vorige, toen dan Bobby wraak.
Dus die hebben we niet eens echt kunnen afmaken. Dus ja. Dit wordt eigenlijk onze eerste echte match. En het is dus gewoon een title match tegen Bobby. Kijk, een vuile uitslover. De vuile uitslover. Ah, ik heb zin in deze match. Ik wil champion worden, gewoon direct. Statement maken. En wat zit te wijzen, man. Vuile egoïst. Here we go. 1-1 tegen Bobby. De scheids houdt de titel in de lucht. Brengt hem nu weg. Ring de bel. En dan kunnen we beginnen. Ik heb er zin in. Let's do this. Here we go. Meteen een knie in de maag. De eerste move is van ons. We spelen op normal. Ik ga checken hoe dit gaat. Als het te makkelijk gaat, zet ik hem natuurlijk op hard. Maar dit is onze eerste echte match in de my career. Zonder interference. Dus het wordt even checken hoe het gaat lopen. En tot nu toe gaat het soepel. We kunnen nog niet de top rope op. Maar hey, je kan niet alles direct hebben. Sta maar op. Ik vind het niet erg. Sta maar op. Oeh. Was close. Was close. Hij wou gaan mappen. Maar daar gaven hem niet de tijd en ruimte voor. Ik moet even kalm doen met mijn stamina, zie ik. Want we zijn al bijna door het eerste balkje heen. Laten we even een beetje opwaarderen. Ondertussen rapen we hem op. Helemaal graag. En grijp hem. Ga voor zijn kop. Onze finish is de punt kick. Dus het zou handig zijn als we wat damage kunnen doen op zijn face. Tot nu toe nog geen reversals. En ook gewoon echt nul. Lijkt erop dat we hem al een niveau omhoog gaan gooien hierna. Want hij doet gewoon nog niks. Je hoort er mij niet om klagen. Maar ik hou wel van een challenge. En dat is tot nu toe niet iets wat hij brengt. Maar eens kijken als we hem hier optillen. Hij reverselt nog steeds niet. Wat is dit? Een tutorial match of zo? Hij doet nog steeds helemaal niks. Ik bedoel, ik had niet verwacht dat normal per se heel moeilijk zou worden. Maar ik had nog wel iets meer verwacht dan, dan gewoon kunnen doen wat ik wil. Nog een keer. Nu vanaf de middelste rope. Blijf liggen. Dank je. Laten we even taunten. Ik bedoel, we hebben er tijd en ruimte voor. Even chillen. Oh, hij komt op. En wij ook. Zo. Hoppa. Back suplex. Hij gaat soepel. Hij gaat goed. Here we go. Hij gaat echt heel lekker. Ga gewoon nog een keer taunten. Kom maar, publiek. Dat moeten we ook achter ons krijgen. Bobby staat op. Maar wij ook. Grijp hem. Lekker. Die krap is wel echt leeg. Oh, daar is de reverse. There we go, Bobby. Gaan we nou wat doen? Hoppa, tegen de tafel. We gaan tegen die trap aan smijten. Althans, dat is de bedoeling. Oh, hij smijt ons. Oh, nou gaat hij terugvechten. Ik vroeg me af waar je was. Want je was duidelijk niet aanwezig. Oh shit, hij kan ze natuurlijk countouten, hè, die gek. Kom op, erin. Kom ook terug de ringen, dank je. Hij gaat dus niet cheesy spelen, daar ben ik blij mee. Oh! Uh-oh, uh-oh. Combootje daar van Bobby. En wij liggen op de vloer. Kom, reverse. Nee? Ik krijg er nou... Ja, hij gaf niet eens de icon aan. Alweer niet. Nu wel, maar nu was ik was gewoon aan het wachten tot die tweede erbij was. En hier was ik zelf net iets te laat. Oh, wat de hel was dat van cheese? Hier is die. Hey Bobby, niet zo lullig doen, hè? We breken er alsnog gewoon uit. Lekker. Alleen mijn signature move is alweer gone. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik wou graag mijn signature move gebruiken namelijk. Ga liggen, vriend. Je verpest mijn match tactics. Daar ben ik niet blij mee. Oh, weer een reverse van Bobby. Really, bruh? Ah, ik kan natuurlijk niet op de top rope, hè? Fuck. Dat was anders een mooi moment geweest. Nou gaan we proberen heel lelijk lullig weg te zetten ook. Kunnen we een roll-up pin? Nee, niet eens.
Dan moeten we natuurlijk allemaal unlocken. We hebben gewoon geen... Ja, we hebben wel moves, maar niet heel veel. Hij heeft gewoon geen reversals. Wij hebben er 3. We staan er in ieder geval goed voor wat dat betreft. Maar we kunnen gewoon bijna niks eigenlijk. Oh, hij gaat taunten. The guy. Oh, heeft hij geluk. Dat leek wel een RKO, man. Like surprise, motherfucker. RKO out of nowhere. Kom, reverse nou. Dit is echt zo'n dingetje, hè. Op het begin reverse, opeens reverse, je helemaal geen ene. Ik had bijna een schildwoord zeggen, man. Rollen. Here we go. Dat hadden we nodig. Catching a break. Hoppa. Zo. En de ring weer in, vriend. We're not done. We're not done yet. There we go. Oh, nog een keer. Lekker. Laat hem even liggen. Oh, hij ligt eigenlijk direct heel erg perfect. Als we naar de corner gaan en hij blijft liggen. En dat doet hij. Oh, de afstand is goed. Puntkick. Here we go. Pin hem gewoon. Nee, scheids. Die animatie gaf misschien net het extra zetje wat hij nodig had voor de rope break. Maar misschien ook niet, hoor. Is misschien een slap excuus. Maar goed. Nice. Ik had hem liever wel afgemaakt met de puntkick. Maar goed, whatever. Het is wat het is. Hey, wat de? Slome animatie zorgt dat Root nu in controle is. Daar gingen we uitbreken en dat weet hij. Oh, dit is lelijk. We hadden anders uitgebroken. Doet hij het weer? Doet hij het weer? Als hij nou weer wint, hè? Nee, nou breken we eruit. Heel cheesy, maar ik snap wel waarom ze het doen. Pak hem. Hier, kan je die weer krijgen. Je krijgt er nog één, hoor. Even die noten kraken, natuurlijk. Hoort er gewoon bij. Nee, de champ heeft geen off night. De champ wordt gewoon gedomineerd. Er komt een nieuwe champ aan. Corey Grace. Er komt een nieuwe champ aan. Better be ready. Laten we hem oppakken. No! Really? Dat ga je reversen? You son of a bitch. Graag, man. Tante. Mooi. Kom maar, Bobby. Oh, lekker. Swing hem. Bam. Nou, dit gaan we echt niet meer weggeven. Kijk hoe goed we ervoor staan, joh. Nog een keer. Hey. Dat doen we gewoon ook om onze stamina te laten laden. Ah, shit. Daar was ik te snel. Kijk hem. Hij heeft ook even korte controle, hoor. Hij heeft meteen direct praatjes, onze vriend. Oh. Oh. Oh, hij pint ons direct met onze rope break. Niet? Lame. Hij kan makkelijk bij de touwen, namelijk. Moet je zeker ook allemaal unlocken. Wat ga je doen? Oh, suplexje. Oh, hij gaat... voor de wake-up finisher. Gotcha, bitch! Oh, en hij bloedt! Hoppa! Dan gaan we, andere finisher. Hey, die was echt lame eigenlijk. In de herhaling. Hij is wel geinig. Hij laat onze atleticiteit, athletic ability, laat hij zien. Ga naar deze kant. Nee, je duwt hem recht naar de... Oh, hij heeft geen roadbreak. Yes! Ik had eigenlijk omheen lopen en de andere kant op rollen. Maar hey,
We zijn de champ! Ik denk hij gaat hem precies onder de touwen rollen voor de roadbreak, maar het viel mee. We hebben gewoon gewonnen. Heerlijk. De replays zijn een beetje lame, dus die skippen. Ah, hier is onze finisher. Prachtig. Lekker hoor. Nieuwe NXT champion. Heerlijk. We gaan breakouten ook, sowieso. Ik druk de kruis, jongen. Misschien was ik net te laat. Nee, we zijn niet te laat. We zijn niet te laat. Heerlijk. Wat gaat hij doen met die title nu dan? Die legt hij even neer. Waar is Bobby? Ah, die is daar. Hi, Bobby. How you doing, bruh? Even lekker slammen. Gooi maar weer de ring in. Welkom bij mijn troon. Ja, de ring is nu mijn troon. Comeback activeren. Ik wist niet eens dat we het hadden. Maar we gebruiken er graag van. Of we maken er graag gebruik van, moet ik zeggen. Hoppa, hé. Hey, hij gaf het ook gewoon niet aan, hè. Vind je het gek dat het dan niet werkt? Oh, dit is ook lekker. Ja, het is al vol. Signature move. Bam. Hoppa. En dat was hem. Ik wou eigenlijk nog de puntkick erachteraan doen, maar whatever. We nemen een overwinning. We zijn champion. En we hebben nog even een breakout. Bobby Roode is buried. Nou, Baron Blade. Wat heb je nou tegen ons te zeggen als champ? Hè? Waar heeft hij de belt niet mee? Kom, wees trots op. Nice. Wauw, is dat alles? Seriously, that's it. Super nice. Oh my god. Like pulling teeth. What are you cruising for? You did it. You, sir, are a born champion. And yet, I still haven't impressed you. Laten we gewoon lekker ego doen. I'm the master of all worlds. I crushed it. As master of all worlds, Bobby was brought low. There you go. All those worlds are yours. Yep. Check in with Matt before you run off. Wants a few words prior to your heading out. Oké, see ya. Nou, dan gaan we naar Matt. Geen idee wat Matt wil, maar we gaan wel naar Matt toe. En daar staat hij, Matt Bloom, A-Train. Oh, hij gaat automatisch. Hey kid, you floored everyone with that. I knew you had it in you, right from the start. See, this is what I wanted. Bet on the fact that you... this very instant are on the fast track to success. Like keep putting on great matches like that, keep making all the right decisions, working your fights and the audience over, you might find yourself main eventing WrestleMania one day. That's like the dream for everyone. You might do it too. Your backing got me here. Not sure that our producer helped. This is when I truly begin. Ja, dit is waar we echt beginnen. Now that everyone see me trash in the ring, I feel like this is the time when I truly begin my story. Some moments in time do crystallize after a fight. Everything is like backstory and this is the main thing. Pretty big deal, though, no lie. Listen, gotta take off. Great job, kid. You wrecked it. So proud of you. Kijk, hij is tenminste aardig. Matt Bloom, onze coach bij de Performance Center natuurlijk. Goed. Dit was het voor nu. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke video? Laat dan een like achter, het duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. We zijn NXT Champion. En in de volgende aflevering gaan wij zien wat er verder gaat gebeuren. Ik ga gewoon de ring uit, verder niks. Of de ring, het stadion uit. Door naar de volgende week. En ik check jullie bij de volgende video. Laters!